zal je verbazen, in Os en volgens mij in Brabant überhaupt zijn heel veel Feyenoord supporters ook te vinden. Dus ik ben zeker niet alleen hier. Nou, dan gaan we weer beginnen denk ik, hè, zo'n beetje. Ik zet altijd het geluid van Rijnmond aan via de iPad en dan kijk ik op Fox beelden. Maar dat loopt natuurlijk niet gelijk. Dus ik moet altijd even dan de tv een pauze zetten, een seconde of 30. En dan loopt het weer gelijk met het geluid vanuit de iPad. Dus toen kan ik naar Feyenoord kijken en tegelijkertijd het commentaar van Rijnmond erbij horen. Als ik gewoon zo thuis ben en de uitwedstrijden van Feyenoord kan kijken, en dat is meestal eigenlijk altijd wel, dan is het standaard, ja. Oh, shit! Ach, jongen. Oh, bijna. Ik ben wel opgegroeid met Studio Sport op zondagavond. Dat was altijd vaste prik sowieso. En ook al redelijk snel een keer naar de Kuip geweest. Ja, hoe oud zou ik zijn geweest? Ja, of 15 of zo, zoiets. 15, 16, die leeftijd. En nou, mijn ouders waren vroeger, maar dan heb ik het echt over 30 jaar geleden, echt ook Feyenoord fan en ging ook regelmatig naar de Kuip. Toen ben ik met mijn vader een keer naar Feyenoord geweest. Feyenoord AZ was dat geloof ik toen nog, de eerste wedstrijd die ik zag in de Kuip. Ja, het was wel die belevenis natuurlijk in zo'n stadion, als je daar nog nooit bent geweest. En dan Feyenoord uit te zien spelen, dat had echt wel iets magisch. Nou. Oh, Kurt! Nee! Oh, shit. Oh, Feyenoord. Dit soort wedstrijden tegen PSV, de grote wedstrijden. Ja, dat zijn natuurlijk wedstrijden op zich. Daar zit aan zich al zoveel spanning op. Maar nu, ik vind het gewoon heel leuk dat Feyenoord zich zo herpakt heeft en onder advocaat zich zo fantastisch ontwikkelt. Het is toch wel fascinerend, hè, dat je met dezelfde ploeg, het zijn een totaal ander team op het veld dan onder Stam. Ja, oh ja! Sick! Kijk nou, bijna! Niet te geloven! Ja! Jongen. Ja, 1-1, ja. 1-1 uit de PSV, tuurlijk. Is zeker oké. Maar ja, wil je echt nog mee gaan doen, dan hoop je stiekem toch dat we winnen vandaag. Nou, het zit erop.